Dan gaan we naar deel 2. Dan gaat het spannende gebeuren. Op een gegeven moment wordt het Slotervaartziekenhuis is eigenlijk gewoon failliet, hè? Want het heeft een negatief eigen vermogen. Ja. En er wordt dan iemand gezocht. En gezocht die zo gek is om die tent over te nemen. Want het is eigenlijk een groot drama. Hoe zijn ze nou gekomen bij dat duo, zeg maar? En ik vraag me ook af waarom dat duo in godsnaam dat ziekenhuis wilde hebben. Maar hoe is dat gegaan? Ja, dat is eigenlijk op verschillende manieren gegaan. Maar eigenlijk kwamen de directie van toen, die was bezig met een aantal woningcorporaties in Amsterdam. Die zouden de tent overnemen. Dat zagen de artsen niet zitten. En eigenlijk via die artsen, die zijn uitgekomen bij Erbudak en bij die vastgoedinvesteerder. Ook omdat die vastgoedinvesteerder, die was COPD-patiënt. En een heel serieuze patiënt. En dat was een beetje bijna als het romantische sprookjesverhaal van dan koop ik dat ziekenhuis zelf wel. Ja. Hij had een hoop geld. Waar heeft hij zijn geld mee verdiend? Ja. Hoe heet hij, Jan? Jan Beverwijk, ontwikkelaar van industrieterreinen. Hij heeft destijds stukken landbouwgrond en zo aan elkaar verzameld. En daar industrieterreinen op ontwikkeld in de regio Beverwijk voornamelijk. En later is hij in andere stukken grond gaan beleggen. En, dat deed hij goed. Dat deed hij goed. Ja, is hij gewoon een normale vastgoedondernemer? Of hij was heel mediaschuw, was hij. Hij meet echt alle publiciteit. Hij was bona fide. Ja. En die IJssel, hoe kende die IJssel, hoe kwam die dan in de picture? Een paar jaar daarvoor hebben ze elkaar ontmoet en zijn ze zakenpartners geworden. En IJssel Erbedag had toen een callcenter. En ze beheerden samen ook een parkeerplaats bij de Vlooimarkt in Beverwijk. Oh ja. En dat was een enorme cashcow. Oh ja, en dat was dat verhaal van dat 's avonds de belastingen aan het kijken was. Ja. Of er wel betaald, of er hoeveel auto's uitcheckten en of dat wel klopte met. Ja, er waren daar wat aanvaringen met de fiscus, ja. met het innen van die. Van dat geld. Ja. Oké, dus die twee kenden elkaar, maar die Jan die was dus echt een ernstige patiënt. Die had een specialist, was ook later zo'n RVB-lid, geloof ik. Hoe heet die ook alweer? Ja. Ja, Dave Brandjes. Brandjes, die was zijn dokter, zeg maar. Ja. Dus die kende elkaar goed en dat was een persoonlijke band. Dus op een gegeven moment daar, via die combinatie van kom het ziekenhuis redden. Ja. En dat ziekenhuis was ook mooi. Dat was ook het eerste ziekenhuis, geloof ik, waar er geen maatschappen waren. Die zijn er meer. Maar toen was het een van de eerste. In de jaren 70 van de artsen zijn in loondienst. Ja. Want wij zijn een heel sociaal ziekenhuis. We willen niet dat gedoe met maatschappen. Ja. Want dat vergeet iedereen wel eens. Ja. Die maatschappen, die kennen we al decennia. Als we het ergens over marktwerking hebben. Wat weet je wat een maatschap is? Ik bedoel, die verhuurt zichzelf. Ja, een productiehuis dat zoveel mogelijk probeert te verdienen, neem ik aan. Ja. En een ziekenhuis is een bedrijfsverzamelgebouw en die huurt gewoon zo'n maatschap in om daar de zorg te verlenen. He, dus daar is nimmer kritiek op en dat heeft dus alle zorgstelsels overleefd, die maatschapstructuren. Het is nu wel veranderd. He, minister Schippers heeft er wel voor gezorgd dat het iets anders is geworden en ze zijn meer onderdeel geworden van het budget van een ziekenhuis. Ja. Maar... Nee, dat is echt. Dat zijn de mensen die ook heel goed zijn om voor zichzelf te zorgen. Dus er komt op een gegeven moment iemand met te veel geld die hij verdiend heeft in de vastgoed. Met IJssel. En die zeggen van wij willen een bod uitbrengen. Wij gaan dat ziekenhuis redden. Met een negatief vermogen van min 6 miljoen. Wat hebben ze erin gestopt toen? Sowieso die belastingschuld meteen moeten betalen van 10 miljoen. En er is gewoon een lening toen ingegaan van in totaal 26 miljoen. Ja. Dus er is eigenlijk 26 miljoen risicodragend kapitaal. Oké, dus 26 miljoen is er ingestopt. En toen was voorwaarde dat IJssel zeg maar directeur zou worden. Ja, zeker. Ja. En toen ging Nederland natuurlijk op zijn kop van er komt daar een Turkse vrouw zonder enige kennis van de medische wereld, die wordt daar directeur. Ja. Hoe viel dat in de wereld, zeg maar? Nou, het zorgde al snel voor ophef, omdat bleek dat zij een strafblad had toen. Dus dat kon dat wel, een bestuursvoorzitter van een ziekenhuis met een strafblad. En wat was dat voor strafblad? Wat zat daar?
Ja, het is al lang geleden, maar dat was, er waren twee veroordelingen. Eén was schijnhuwelijken en het andere was belastingontduiking, zeg maar. Oh ja. En heb jij daar nog ingedoken? Weet je daar nog, is dat, heb je dat nog uitgezocht of is dat gewoon... Ja, dat heb ik uitgezocht. Maar het is dus van een hele tijd geleden. Want dat was toen ook alweer een hele tijd geleden. Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje toen ze nog heel jong had ze daar... Wat, en de rest van de tijd had ze al gewoon echt een businessvrouw. En die had gewoon bedrijven die goed draaiden en dat soort dingen. Maar goed, iedereen... Ja, drie maar ze was een onbekende in de zorg. Hè? Dat, ja. was dus dat was het meest in het oog lopend. Ja. Ze was, en ook schram, ze kwamen niet uit de zorg. Nee. Maar het gaf ook heel veel voordelen. Want zij dachten echt als ondernemers. En zij ging dus ook met bijvoorbeeld alle inkoopcontracten ging ze heronderhandelen. Nou, dat zijn ze in de zorg helemaal niet gewend. Maar ze zei gewoon van ja, anders ga ik gewoon niet meer inkopen. Dan loop ik wel ergens anders. Dus die plastic bekertjes die bij jullie inkopen. Die moeten gewoon voor de helft van de prijs. En anders doen we het niet, als het ware. Als eerste onderhandeling. Ook serieuze dingen. Echt, gewoon medische apparaten. En zo werd er dus op heel veel vlakken. Bij de inkoop is enorm. De eerste paar jaar heeft zij vooruitgang geboekt. Ja. En ze dacht ook veel meer in klant is koning. Dus we moeten denken in service voor de patiënt. Dus routes in het ziekenhuis. Slimme routes, mensen die met knie- of heupenproblemen dichter bij de ingang. Allemaal dat soort dingen. Ja. En ze ging dus ook, en ze heeft op een of andere manier, dat is die inkoop is natuurlijk duidelijk, maar op een of andere manier is het toen ook winstgevend geworden, het ziekenhuis. Dat was dan wel voor het eerst in weet ik voor hoeveel jaar. Ja, voor het eerst in, eigenlijk het ziekenhuis heeft nauwelijks jaren van winst gekend. Ja. Dus ook tussen 1975 en 2006. Was er 1 of 2 of 3 jaar winst, maar er kwam er weer een nieuwe directeur en die deed een kast open en er kwamen weer een paar lijken uitvallen. Dus dan bleek die winst van destijds ook weer winst tussen aanhalingstekens te zijn. Dus in ieder geval heeft zij de kosten omlaag gebracht en ze heeft ook de omzet omhoog gedaan door andere diensten door andere producten en diensten aan te boren. Ja, een beetje. Tot zover de verzekeraar daartoe laat. Oh ja, natuurlijk. Want het was vast. Want dat is dat budget. Ja. He, dus je kan niet te veel grieppolies en slaappolies en dat soort dingen bedenken, want er kan wel markt voor zijn. Maar het is ook verzekerde zorg, dus ook terecht dat die verzekeraar op een gegeven moment zegt van ja, als je dat wil, dan moet je dat maar op een iets andere manier gaan organiseren. Ja, en dat was dus ook een gevecht. Zij wilde natuurlijk nieuwe dingen doen en vond dat maar natuurlijk, ik kan me voorstellen als ondernemer dat je dat maar een rare business vindt, dat er een vast bedrag, terwijl je ziet dat er echt ruimte is voor dat mensen iets nodig hebben. En je mag ook niet zomaar zorg van anderen afpakken, van andere ziekenhuizen, door iets beters te doen of tegen lagere kosten of zo. Dat werkt daar zo niet. Ja, okay. Dat is heel moeilijk. Ja, dus in die eerste hoeveel, van in 2006 tot, het is van 2006 en ze was weg in begin 2013. Hè? Dus ze heeft zeg maar daar 7 jaar gezeten. Hoe was de medische zorg? Hoe was de medische kwaliteit van de medische zorg in die tussentijd? Prima. Het is nooit een issue geweest. Ja, want ze deed ook veel aan onderwijs. Hè? En dus de Floten Vaart was altijd populair voor onderwijs. Iedereen gebeurde wat. Ja. Dus het was een beetje een, zoals de laatste iemand zei, het was een beetje een, ook wel de sfeer van een academisch ziekenhuis. Hè? Maar dan was het wel een gewoon loonkosten ziekenhuis. Of tenminste een gewoon perifeer ziekenhuis, een kleine ziekenhuis. Maar dus, dus eigenlijk was die sfeer, neem ik aan, dan kwam ze. Ze heeft het van het faillissement gered en daarna werd het profijtelijk. Dus ik neem aan dat in het begin was ze dus wel populair. Ja. Overal ging de rode loper uit. Dus zij ook nog, omdat zij Turkse roots had, was het ook gewoon. En een vrouw was, is het gewoon. Zij was gewoon voor heel aantrekkelijk voor de media. Dus overal werd haar succesverhaal verteld, interviews, radio, tv, alles. Ja, ze was echt een beetje wat ondernemers kunnen gaan doen met een ziekenhuis, dat je met zo'n ziekenhuis dat kan doen, dat was toen heel populair. Ja. En dat was, en dat zijn vrouw was, en van allochtone achtergrond, dat was allemaal gewoon, en ze was natuurlijk een verademing ten opzichte van al die grijze ziekenhuisdirecteuren elders, als je
vanuit media-oogpunt bekijkt. Ja. Hè? En ze dus was ook niet bang, hè? Ze was ook niet bang om haar mond op bang, om dingen te vertellen. Recht voor, nee, ze is niet bang, recht voor de raap, wel recht voor zijn raap. En dan, ja, dus dat deed goed in de media. Oké. Okay. Wij zijn in Nederland wel altijd heel goed als we zo'n held hebben. Die vinden we prachtig, maar op een gegeven moment gaat het dan ook mis. Dat is, ja. Ja. Maar wat ging er dan, wanneer begonnen dan de eerste, wanneer begonnen de eerste kleine scheurtjes te komen, zeg maar? En waar kwam dat vandaan? Nou, wat sowieso een probleem was eigenlijk hoe het qua ondernemingsbestuur was georganiseerd. De raad van commissarissen waren eigenlijk allemaal zakenvrienden van Schram. Daar zat hij samen mee ook in zaken. Nog tijdens dat ziekenhuis werd gerund. Dus dat is geen handige en goede toezichtsstructuur. Daarnaast waren privé en zakelijke financiën liepen door elkaar. Bijvoorbeeld Erbedak kreeg nooit een loon, maar die leefde op de creditcard van het ziekenhuis. Dat was zo afgesproken met Schram. Het stond ook in hele kleine lettertjes in het jaarverslag van het ziekenhuis. Ja. Maar het was natuurlijk een rare situatie, want zij moest dus daardoor de hele tijd maar op die creditcard van het ziekenhuis leven. Het was afgesproken met Schram. Dat was eigenlijk niks illegaals aan, maar het was gewoon volkomen eigenlijk eigenaardig om het zo te doen. Ja, dat is niet handig. Het is niet goed als te veel van dit soort geld zo door elkaar lopen. Ja. Er werd ook wat met aanverwante BV's, wat zaken gedaan. Het was allemaal wat. En dat was niet een heel snoot plan of zo, maar het was niet helder. Hè? Ja, maar dus dat waren kleine dingen. Maar als ik hoor over hoe die BV's van die andere ziekenhuizen, zeg maar, af en toe georganiseerd zijn. Is dat helemaal niks bijzonders. En de bedragen waren ook niet zodanig dat daardoor het ziekenhuis verliesgevend werd. Hè? Dat is op een gegeven moment, als er op een gegeven moment kritiek komt. Waar is het nou echt misgegaan? Wanneer ging het nou echt mis? In welk jaar ging het nou echt mis? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld Erbedak is echt een turnaround manager. Zo zie ik haar. Dus die heeft heel veel in het begin ten goede veranderd. Mm-hmm. Maar is moeilijker om het. Ja, ze is minder goed in het gewoon bestendigen van een gedragslijn, zeg maar. Om het, en wat er gebeurde, is dat er gewoon allerlei fricties ontstonden binnen het ziekenhuis. Dus de interne relaties verslechterden. En dat gold tussen directieleden onderling. Het gold voor de directie met de commissarissen, het gold voor de cliëntenraad, het gold voor de ondernemingsraad, het gold voor de verzekeraars, het gold voor de collega ziekenhuizen. En dat ging allemaal optellen. Verslechterde dat. En hoe komt dat? Ja. Waar kwam dat vandaan? Doordat zij gewoon meer een goed gestrekt been af en toe wel gebruikte in haar business, in haar onderhandelingen of zo? Of, ja, dat was wel bekend. Ja, soms was het misschien bijna machtsmisbruik. Het liep gewoon uit de rails. Maar het is ook heel moeilijk aan te wijzen hoor. Dus om dat precies te zeggen van waar dat in zit. Het is wel zo, toen op een gegeven moment zakelijk slecht ging. Het begon een beetje te kantelen rond 2012. En toen ging de eigenaar, Sam, ging dood. Hij stierf zelf in het Slotervaartziekenhuis. Ja, dat was een heel groot. Want daarvoor was het allemaal nog winstgevend. En ik geloof, hoeveel in die jaren dat zij daar dan gezeten heeft, hoeveel is dat eigen vermogen zeg maar omhoog gegaan? Ja, dat hebben we toen berekend. En dat is meer dan 20 miljoen geweest. Ja, dus ze heeft die 26 miljoen geïnvesteerd, maar daarbovenop is nog 22 miljoen verdiend in die periode. Zeker, wat ongekend was eigenlijk. Zeker. Ja. Dus het is in die zin financieel gezonder gemaakt in die jaren, zonder meer. Ja, en vergeleken met de afgelopen, met sinds 76, is dat gewoon bijzonder geweest eigenlijk. Dus het was eigenlijk op zich een hele grote prestatie, maar het ging dus mis toen op een gegeven moment die Jan Schram overleed in zijn eigen ziekenhuis. Ja. En er waren twee personen die dus van de Raad van Bestuur ook betrokken waren bij hem. Dus één is die internist, die geneesheer, weet je? Ja, Dees Brandjes. En de andere was Jos Bijnen. Ja, en dat was ook de apotheker van het geheel. Die zat ook in de Raad van Bestuur. En dat waren de twee raden van bestuur samen met IJssel. Waren dat met z'n drieën waren die geloof ik de Raad van Bestuur, hè? Ja, alleen Erbedak deed alles. Zij zaten er voor de vorm in. Daar kwam het in de praktijk meer.
Maar ze hadden ook niks met management. En Erbudak vond dat, ik vind juist management leuk. Je houdt van zaken doen en je houdt van deals sluiten. En, dus die deed dat. En die twee medici zaten daar eigenlijk bij. En die wisten ook, van heel veel dingen wisten ze niet. Maar daar kozen ze ook zelf voor. Hè? Dus dat, ja. Hey, dan even zijn. Over die Jos. Daar heb ik dus ook nog een mooi verhaal over gelezen. Het heroïneverhaal. Ja. Ik zag je daar in Ponyus ook nog over optreden. Wat is dat voor? Wat was dat dat niet in de jaarrekening stond? Maar ik neem aan dat de omzet daar wel in zat. En dat wat was die rol van die Jos de apotheker op dat gebied van die heroïneproductie voor onze overheid? Ja, nou, er was een maatschappelijk project om oude junks, volgens mij 40 plus, gewoon van heroïne te voorzien door de Nederlandse overheid. Ja. Er is veel onderzoek naar gedaan, dat werkt, is voor iedereen beter. Voor die junks, voor die verslaafden, voor de samenleving met overlast en weet ik wat. En dat zijn ook mensen die er niet meer afkomen. Er was dus allemaal onderzoek naar gedaan. Dus de conclusie was, is ook in de Tweede Kamer afgetikt. Dit soort oudere junks ga je gewoon als samenleving zelf van heroïne voorzien. Ja. En dan heb je dus het keuzeprobleem, waar nooit over gediscussieerd was. Hoe kom je aan heroïne? Gewoon van de straat halen, meneer. Nee. Dus toen keurig Europees aanbesteed, zeg maar, of keurig aanbesteed. En dat is door Slotervaart, zeg maar, gewonnen. Dus die ging de heroïne leveren. En er waren twee dingen heel belangrijk. Want eigenlijk is heroïne gewoon morfine die een beetje bewerkt is en zo. En dus iedere apotheker van een ziekenhuis die morfine heeft, die kan ook heroïne maken. Ja. Op zich wel. Ja. Ja, alleen ik moet wel dus, dit is voor grotere omvang. Het moet in een beveiligd laboratorium. Ja. Het moest een geheim laboratorium zijn. Oh. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je weet van, oh, daar staat een heroïnelab, want dan word je morgen overvallen. Dus je moet. Dus dat lab was ook geheim. Dat stond ergens in Nederland en was beveiligd. En heb je allemaal. Alleen VWS, het ministerie van Volksgezondheid, had daar niet echt gelet op de straatprijzen, als het ware. Van wat kost dat nou, zo'n heroïne? Dus die hebben jarenlang veel te veel betaald. Echt veel te veel. Weet je hoeveel ze betaalden per kilo of zo? Wat was het bedrag? Ja, dat heb ik uitgezocht, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Want jij hebt op een gegeven moment, hebben ze toen heraanbesteed, zag ik in jouw boek, was het 22%, hebben ze 22% goedkoper geleverd op een gegeven moment na een crisis. Ja. Ja. En je had ook uitgerekend die hele heroïne. Van die 22 miljoen die dan kapitaal omhoog is gegaan, er kwam een kwart, geloof ik, van die heroïne winsten af. Hè? Dus 7 miljoen of zo. Ja, ja, dus op het hoogtepunt werd een kwart of de helft van het eigen vermogen verklaard door de heroïnewinsten, zeg maar. Ja, dus dat was mooi verhaal. Aan de ene kant moest het dus geheim worden gehouden. Ja. Maar in de jaarrekening moet je natuurlijk wel gewoon je financiën verantwoorden. Maar je kunt niet zeggen, heroïneproductie voor de overheid, dat kan niet. Nee. Daar ging het fout, want daar is het gewoon te veel verzwegen in de jaarrekening. Waardoor toen wij daar achter kwamen, we ook wel heel raar nieuws hadden. Van punt 1, het ziekenhuis produceert heroïne. En punt 2, het is een blockbuster. Het is een enorme cash cow. Is dat ook heel logisch. Vanuit dit moest ook geheim zijn. Dus je moest het op een of andere manier moest het erin gaan. En vervolgens had dus die Jos Bijnen, dat was de ziekenhuisapotheker, die had heel veel met allemaal BV'tjes en stichtingen lopen schuiven. En weet je wat, een hele intransparant bouwwerk had hij gefabriceerd. Maar hij was wel een wetenschapper die heel veel aan onderzoek heeft gedaan rondom dat maatschappelijk project, hè? Ja, het is ook een hele goede, begenadigde wetenschapper. Was dat nou die BV's, was dat nou ook weer schimmig en eigenlijk gewoon illegaal? Of was dat er meer om een soort onhandigheid van een wetenschapper die ook niet weet hoe die moet regelen? Ik denk dat dit wel een wetenschapper is die wist hoe hij dit moest regelen. Dus daar zat de onhandigheid niet in. Maar, kijk, dit was niet illegaal. Dit was niet illegaal. Nee. Maar het klopte niet hoe je je financiën aan de buitenwereld verantwoordde. Ja, maar goed. Dan kom je gewoon op jaarrekeningen recht uit, hè? Ja, maar goed, als je heroïne niet kan noemen, dan is dat. Maar goed, oké, prima. Dus dat was een leuk verhaal op een gegeven moment. Dus nu zitten we in 2012. Dit tweede stuk waar we het niet over hadden, was IJssel eigenlijk gewoon, die het Slotervaart tot een winstgevend ziekenhuis heeft gemaakt. Ja.